onderweg. Want de auto is niet eens vies. Nee. Maar toch gaan we naar de Wasstraat. Zeker. Ja. Oh, die mensen die gaan echt een wedstrijdje achteruit rijden. Ja. Zonder dat je dat mis je helemaal. Dus Wasstraat 36. Oké. Okay. Hoe weet je die nummers altijd? Zoek je dat op? Omdat ik het nummer vorige keer helemaal moet opzoeken. Of moet intypen. Iets okay, van 50 keer. Maar het is al best lang geleden. Ja, nou niet dat we hem hebben gepubliceerd. Wel dat we hem hebben gedraaid. En dat is... Oh ja. Want hij was... We hebben hem gedraaid ergens in juli. En nu is het 12 augustus. Gisteren is Robin Williams doodgegaan. De komiek. En gisteren was ik ook jarig. En dat was heel saai. Maar de dag ervoor was heel leuk. Want ik heb een heel leuk feestje gehad. Feestje was leuk. Ja. Vertel, heb je ook nog wat interessants te vertellen? Nee, helemaal niet. Ja, natuurlijk. Hier, ik heb aantekeningen. Extreem veel aantekeningen. Eigenlijk de belangrijkste is... En ik zie dat steeds vaker. Bedrijven... Ik ben heel benieuwd wat jij daarvan vindt en of jij er ook last van hebt. Er zijn steeds meer bedrijven, met name verzekeraars en vliegtuigmaatschappijen. Banken en dat soort dingen. En ze hebben het niet meer over van, wij geven jou geld en dan kan je dingen doen. En dan wordt je leven beter. Of je kan bij ons sparen en dan kan je later dingen doen. Dat doen ze niet meer. Ze zeggen niet meer wat voor dienstverlening ze hebben. Maar ze zeggen dat ze je leven verrijken. Of jouw stoutste dromen werkelijkheid maken. Ze hebben het heel erg over vage concepten die echt helemaal niks te maken hebben. Die zo vaag zijn dat eigenlijk dat met alles zo is. Het klinkt een beetje alsof ze het niet meer over zichzelf hebben. Mm-hmm. Maar over jou. Over de klant. Ja. Ja, ze hebben het inderdaad over dus in jou. Plaats van zeggen van wij zijn goed, zeggen ze jij bent goed. Ja. Ja. Nou ja, goed. Stel dat ze dan... Het gaat mij meer om dat ze het hebben over dromen en over succesvol worden en weet ik voor wat al niet meer. Ja. Hebben ze het niet over het gereedschap. Weet je wel, de dingen die ze zeggen, die kan je ook toepassen op een hamer. Dus in plaats van een lening, zeg maar, om je stoutste dromen waar te maken, kan je dat ook met een hamer. Ja, weet je wel, zeg maar, we maken het. Misschien is het gewoon... Wij zorgen voor de connectie tussen jou en het hout en de toepassingen. Is het misschien luiheid van de reclamemakers? Dat ze zeggen, nou, we maken gewoon een reclame. En het maakt niet uit welke... Dat is een placeholder. Ja, huppakee. Kijk eens, we hebben iets heel moois voor. We doen een kleurfiltertje eroverheen. Ja, 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 ja. Zodat het in de huisstijl past. Ja. Nou. En dan knippen we even wat b-roll ertussen. Dat zijn alle tussenstukjes. En afhankelijk van wat de branche is, zijn het blije moeders. Of stoere houthakkers of zo. Wat een goed idee. Ja, inderdaad. Ja. Ik ga M volgen. Ik weet, ik heb geen idee waar M ons heen stuurt. Oh ja, nee. Ik denk naar de Pieter Kallandlaan. Dat is heel populair. Hey, we hebben ganzen. In ganzenpas. Dat is wel handig, hè, dat ze zich houden aan hun eigen regels. Zo. Maar... Hierheen? Okay. Ja, is mij vertel. Wat is hier dan? De weg die kant op. Oké. Okay. En dan komen we op een gegeven moment bij de afslag. Dat komt goed. Dus hier lekker rechtdoor. Oké, maar goed, ja. Ik begrijp inderdaad dat het een soort van gemakzucht is. Maar het lijkt ook alsof ze... alsof ze hun eigen product niet meer willen presenteren. Omdat het product eigenlijk niet zo goed is. Ja, maar ja, daar proeft het heel erg naar, weet je wel? Het is natuurlijk ook een beetje zo... Maar het grappige is, het wordt ook gedaan door partijen waar het product wel goed van is. Zoals? Mensen die bijvoorbeeld hele mooie content maken. Maar bijvoorbeeld over een heel breed gebied. Dus dat ze niet specifiek willen zijn, weet je wel. Ze willen zich niet vastpinnen op één doelgroep. Een voorbeeld, hè? Dit is te vaag wat je nu zegt. Als je mij vraagt, heeft...
Ja, in het begin had de correspondent daar misschien helemaal geen last van. Maar langzamerhand begon het, hebben ze een soort van slogan. Oh ja? Ja, dat is los van de waan van de dag. En okay. dat is natuurlijk heel erg fijn. Dat is misschien ook waar ze, hoe ze zich richten op het maken van de verhalen die zij schrijven. Maar om nou, dat is niet echt. Ja, is dat hetgeen wat het teweeg brengt? Ik denk dat je hier best linksaf kan. Ja. Oké. Okay. Dus dan ga je de tram achterna, zeg maar. Maar nee, ja, ik kan niet echt één specifiek merk van spinnen. Ik ga er wel een paar zoeken. Want ja, doe dat. Want nee, ik kan hier sowieso niet over mee praten. Want ik kijk nooit tv. Ik heb advertentieblokkers. Ja, maar daar gaat het niet om. Het is juist met de tools. Maar ik zie dus die reclames niet. Nee, het zijn geen reclames. Het zijn de one-liners die onder op de website staan die je bezoekt, bijvoorbeeld vanwege een tool wat je handig vindt, hè? Een backup tool of zo. Of een als je naar een winkel toe gaat, wordt het Coolblue, die zeggen dan van we gaan voor de glimlach. En die vind ik dan nog wel leuk. Hè? Omdat ze verkopen dingen. Dat is dus de beste winkel ooit, zouden we zo kunnen zeggen. Maar wat hun doel is, dat is toch wel ook hetgeen wat ze uniek maakt, nou, tussen aanhalingstekens. Dat vraag ik me eigenlijk af trouwens, hoor. Dus mij vermoedt dat voor elke winkel moet het doel zijn, of elk merk of bedrijf moet het doel zijn om mensen blij te maken. Toch? Of het leven ietsjes beter te maken, zonder al die toestand en opsmuk. Of dat het doel moet zijn. Om het leven beter te maken. Ja. Stel dat Facebook dat nou zou zeggen. Wij maken het leven beter. Of Twitter. Ja. Dat is helemaal niet waar. Dan iedereen die zegt van bullshit. Daar klopt helemaal niks van. Ja, aan de andere kant. Het is wel een verrijking van het leven. Ja. Social media. Ja. Ja, op sommige vlakken echt wel. Ik heb contact met mensen waar ik anders geen contact meer mee zou hebben. Weet ik 100% zeker dat die mensen dat contact zou volledig verwaterd zijn. Ja. Want daar zou ik geen brieven aan sturen. Daar zou ik niet mee bellen. Nee. Nee, daar zou ik geen contact meer hebben. Brieven en bellen, dat zijn ook niet echt mijn favoriete media. Nee. Dus de social media, dit soort heel simpele, absoluut wel het leven verbeterd, tuurlijk. Kijk, wij zitten vaak, zeker wij hier in de Wasstraat, zitten we vaak te kijken naar de negatieve aspecten van social media, van het web, dataverzameling, datageilheid. Dat zijn de dingen waar wij mee bezig zijn. Maar daardoor vergeten we wel eens dat er ook wel waarde geboden wordt. Absoluut. Ja. Ja, nee, ja, en ik wil daar ook moet lief. Ik daarheen? Ja, hier linksaf. Ja. Nu zie ik het. Ja. Oké, okay, mooi. We hebben een rondje gereden om een enkele wegversperring heen, midden in de bouwvak. En dat is de taak van de bouwvak om vlak voordat zij op vakantie gaan, om dan eerst alle wegen open te leggen. Maar dus mij zijn ze gewoon hard aan het werken. Oké, of het de bedoeling is van, nou ja, dat weet ik eigenlijk. Maar ik vind het een beetje lastig om over jouw vraag een mening te hebben, omdat ik het nooit zie. Dus ook slogans gaan aan mij voorbij. Ik ben echt heel erg bennenblind. Marketingblind ook. Ja, marketing. Want ik letter. Dat probeer ik. Ik weet niet of dat kan eigenlijk. Volledig. Volledig zal wel niet lukken. Ja. Ja, ik ben er heel gevoelig voor. Althans, ik heb een soort van ingebouwde BS-meter. Waarin zo'n beetje alles wat overal staat, denk ik van, is dat eigenlijk wel zo? Ja, oké, dat heb ik ook. Alleen bij mij is het inmiddels zo ver dat ik zoiets heb van, dat disqualificeert automatisch. Automatisch kijk ik er niet naar, want het is toch lul. Ja, nee, ik vind het heel erg leuk om daar nog even over na te denken. Ja, maar het is natuurlijk, want soms ook is het ook heel verrassend. Want precies wat je zegt, wij zitten heel vaak op de beetje grumpy old man modus van het is allemaal slecht en hel en verdoemenis. Maar ik vind juist, als het dan positief is, als mensen dan slagen om daadwerkelijk die glimlach te veroorzaken,
dan denk ik eens van, nou ja, dat is heel fijn. Je hebt gelijk. Ja. Ik word hier blij van. Weliswaar, dit is we zijn geld aan het uitgeven. Maar hoe wordt het? Ik ben inderdaad, dus toegevoegde waarde, precies wat je zegt. Ja. En juist die verrassingen vind ik dan weer heel erg leuk. Natuurlijk. Ja. Nee, maar vooral ook omdat ze zeldzaam zijn. Vooral ook omdat er dan toch een heleboel mensen denken van, ene merk die kiest deze angle voor hun product. En dan kopiëren ze dat. En dan krijg je dus inderdaad zo'n soort van template marketing speak verhaaltje. Waarin mensen eigenlijk alleen maar hun ambities uitspreken. Weet je wel? Of de ambities van hun mogelijke doelgroep. Zonder daar echt super concreet in te zijn. Als je mij wil weten, je stuurde op een gegeven moment een artikel via Twitter. En dat was, dat ging over kunstenaars. En die zeiden, in dat stuk stond, en dat is in elk geval hetgeen wat ik heel erg oppikte. Erin stond een bepaalde zin, namelijk, of een bepaald begin van de zin, namelijk. Ik ben heel erg geïnteresseerd in de connectie via een visueel medium tussen producenten en met bla bla. Dus, en het begon telkens met: ik ben heel erg geïnteresseerd in bla. Eigenlijk elke artist statement, zo zei hij, begint met: I'm interested in. En wat hij vond, was dat je moet zeggen, I make. Ja, precies, ja. Ik maak. Ja. En dat is die taaltruc. En want het is een taaltruc. Het zijn mensen, en dat analyseerde hij ook in zijn artikel. We zetten de link ook trouwens in onze hele rijke verslaggeving onder de video. Maar in dat artikel had hij het er ook over. Het zijn eigenlijk mensen die geen commitment willen tonen. Hè? Zich niet willen vastleggen op een specifiek ding. Hè, bijvoorbeeld een schilder die een specifiek onderwerp schildert. Om iets los te maken. Zal niet zeggen, ik schilder plaatjes. Hè? En kunstenaars schijnen zich daar. Het is gewoon een schijnen geparkeerd te zijn. Het als is ze zeggen, een frase schilder die gebruikt wordt. In plaats van te zeggen, ik maak dingen rond dit onderwerp, zeg je, ik ben geïnteresseerd in dit onderwerp. Het klinkt net even wat interessanter. Het klinkt net wat eloquenter. Ja. Het was een beetje mierenneukerij natuurlijk. Ik vond het wel grappig om er dan naar te linken met, ik ben geïnteresseerd in dit soort artikelen. Oh shit, die hele grap snapte ik. Het ging helemaal langs me heen. Belangrijk vond ik het nou ook weer niet. Maar ik vond het, dat soort dingen met taal, die zijn natuurlijk interessant. Het is natuurlijk ook, ik ben, dus door te zeggen, ik ben geïnteresseerd in, klinkt het alsof je heel erg belezen bent of zo. Maar vooral ook omdat de spullen die daarna komen eigenlijk nooit concreet kunnen zijn. Ja. Wel, het samenspel. Nou, en het zegt ook heel weinig. Als je zegt, ik ben geïnteresseerd in de tegenstelling tussen goed en kwaad, maar ik maak schilderijen over bloemetjes. Want dat kan. Nou, leuk dat je erin geïnteresseerd bent. Ja. Maar misschien zegt het wel helemaal niks over je werk. Nee, inderdaad. Dus het zegt niks. Dat was een beetje zijn point. Ja. En het maakt dus de boel wat interessanter. Het is een interessanter makende taal. En dat kan ook heel vervelend zijn. Want het kan ook daardoor moeilijker te begrijpen zijn. Onnodig onbegrijpelijk, terwijl het gewoon heel makkelijk te begrijpen is. Oh, je maakt een schilderij van bloemetjes, prima. Ja. In plaats van, ik probeer de natuur vast te leggen. Dat taal gebruiken zorgt er ook voor dat het moeilijker toegankelijk is. Ja, wat misschien de doelstelling kan zijn van de kunstenaar. Dat zou kunnen. Ja. Maar ik heb bijvoorbeeld deze zomer, of ik zit nog steeds in de zomervakantie, maar ik was in Griekenland en dan probeerde ik een boek te lezen over schoonheid. Over wat schoonheid is. Ja. Het werd heel erg vanuit de filosofie benaderd. Dus door de eeuwen heen. Hoe werd schoonheid gezien door de eeuwen heen? Uh-huh. Klinkt als een leuk onderwerp. Ja, fantastisch onderwerp. Daarom las ik het boek ook. Alleen zo moeilijk geschreven. Afschuwelijk. Ik kwam er niet doorheen, joh. Ik heb er meer dan een week over gedaan om op bladzijde 80 te komen. Een boekje van 150 bladzijden. Oh, wauw.
Maar het was gewoon heel erg dicht of zo? Hè? Het is heel erg. Hoge dichtheid aan. Academisch, veel moeilijke woorden. Ja, ja, ja. Lange, complexe zinnen. Maar ook referenties aan types kunst waar ik zelf weinig mee heb. Misschien dat ook wel bijdraagt. Of weinig mee heb die ik eigenlijk meer van horen zeggen ken dan van echt begrijpen. Dus als iemand het heeft over Bach. Ik heb het wel eens gehoord, maar ik ben zeker geen kenner, dus ik kan dat niet plaatsen. Ik weet niet wat hij bedoelt. Nee. Dat maakte het ook wel moeilijk. Dat is eigenlijk ook wel. Ik heb wel eens wat academische, vooral Engelstalige boeken, waar ze andere termen gebruiken vanwege de taal. Vind ik het heel erg leuk om dat op de Kindle te lezen. Want dan kan je zeggen van, dat woord ken ik niet. En dan klik je erop en dan verdwaal je 3,5 uur in Wikipedia. In dit geval was het handiger geweest. Het was lastig toegankelijk omdat de taal zo moeilijk was. En dan merkte ik echt, ik ben geen native speaker. Dat was echt duidelijk in dit geval. En meestal heb ik daar geen last van. Nee, ik ook niet. De meeste boeken of artikelen, in elk geval de artikelen op mijn vakgebied, die zijn toch wat simpeler geschreven. Dat klopt zeker. Het is de vraag of het een soort van eigen taal is en dat de schrijvers dat niet in de gaten hebben. Dus dat ze gewoon niet per se een rijker vocabulaire hebben, maar gewoon een andere. Die heel erg geladen is met. Dus die een andere betekenis of een specifieke betekenis voor hun hebben. Het is jargon is dat. Ja. Hè? En met jargon moet je uitkijken. Jargon zorgt ervoor dat als je met mensen met hetzelfde jargon praat, dat het preciezer is. Dat het duidelijker is waar het over gaat. Alleen is het volkomen onduidelijk voor iedereen die zich niet elke dag daarmee bezighoudt. Ja, precies, ja. Dus de overheid van Engeland bijvoorbeeld, die heeft het verboden om jargon te gebruiken op de websites. Daar mag geen jargon gebruikt worden. Oh jongens, dat zouden ze inderdaad bij gemeentes en zo doen ze dat ook heel erg. Daar is dat verboden. Wauw. Dat is toegankelijkheid is dat. Alle informatie moet toegankelijk zijn. Dat betekent dat het begrijpelijk moet zijn. En staat dat overal geannoteerd? Hè? Dat je kan klikken van wat het dan eigenlijk betekent? Dat hoeft niet. Als het niet te voorkomen is? Nee, het moet voorkomen worden. Oké. Dus dat betekent langere teksten neem ik aan ook? Of? Nee, hoeft niet. Nee, je moet juist duidelijke teksten schrijven. Vaak is jargon helemaal niet nodig. Nee, oké. Okay. Ja, dat is wel een goed idee. Zouden ze eens een keertje bij disclaimers moeten doen? Doen ze toch vaak ook? Basically zetten ze daarnaast. Ja, inderdaad. Basically what this means. Ja, maar ik zie zeker bij Nederlandse financiële instellingen zie ik nog heel vaak. Nou, het is wel grappig, want dan hebben ze het redelijk begrijpbaar geschreven. Maar wat ze dan doen is, ze proppen het allemaal in een heel klein hokje. Omdat het dan wel niet zoveel ruimte in beslag neemt. Ja, en dan is het alsnog niet leesbaar. Dan denkt iedereen die dit ding ziet van, oké, daar heb je weer zo'n 5 kubieke centimeter aan 300 pagina's. Ja. Ja, het wordt nog altijd gezien als iets wat mensen niet moeten lezen. Nee, ik heb het er ook wel eens met een jurist over gehad. Die zei, nee, het is ook helemaal niet de bedoeling dat mensen dat lezen. Je moet ermee akkoord gaan. Ja. En ik zei, ja, maar dan moet je toch weten waar je mee akkoord gaat. Ja, maar dat is altijd goed of zoiets was het. Anders. Hè? Ja. Je bedoelt, er moeten geen verrassingen staan? Of? Maar dat lijkt mij. Ja, ik zou ze allemaal willen lezen. Toevallig heb ik er een paar gelezen. Oké. Die van de grote drie banken, zeg maar, in Nederland. En daar stonden geen grote verrassingen in. Nee. Maar wel, bijvoorbeeld, wie was er nou ook weer? Volgens mij was de ING, die had op een gegeven moment zo'n hengeltje uitgeworpen van, hoe heet het, we denken, dat is een hele rare term trouwens, zo'n ideetje opgegooid van, jongens, we denken erover om die gegevens door te verkopen aan derden. De gegevens die ze verzamelen. Maar er staat nergens eigenlijk van wat ze nou precies verzamelen. En dat is eigenlijk voor mij, voor de sociale netwerken, et cetera, is dat eigenlijk ook het geval. Ik weet niet eigenlijk wat ze dan precies delen met anderen.
Maar dat zijn niet alleen mijn tweets en mijn... Hè, voor Twitter dan bijvoorbeeld. Zijn niet alleen mijn tweets en mijn naam misschien. Of en mijn locatie. Hè, de dingen die ik publiceer. Nee, maar het zijn ook de mensen die je volgt en de dingen die je leuk vindt. Ja, maar voor Facebook bijvoorbeeld. Facebook heeft een soort van wereldwijd netwerk neergezet van F'jes die overal bij alle artikelen staan. En bij alle populaire mensen. Die icoontjes om dingen te delen. En die, dat is ook data. Ja. Dat is ook wat gedeeld kan worden. Dus ik, dat ik, gebeurt ook, ja. Precies, ja. Maar ik zou dan zeggen van... Goh, zet dat dan neer. Hè. Zet dan neer van wat je dan precies... Wat je dan deelt. Want dat kan misschien... Dat is ten eerste heel erg interessant natuurlijk. Ja, het is in, maar ik denk dat als je het gaat vragen... Dat ze het niet eens weten. Dat ze dan zeggen... Ah, dat is te moeilijk. Laten we het nee, niet weten in. Ze niet. Ze weten letterlijk niet. Ze weten niet wat er verzameld wordt. Want ze verzamelen het niet zelf. Ja, oké. Okay. Dus ze delen het met derden... Omdat het door derden verzameld wordt. Ja, ja. Zij verzamelen. Maar het gaat dan wel onder. Google verzamelt de informatie van Google Analytics. Ja. Die verzamelt dat. Ja, en zelfs zij besteden het uit vaak. Ze weten het gewoon helemaal niet. Dubbelklik bijvoorbeeld heeft een heel groot. Ja, daar had Jeroen Verkroost altijd daar over in. Was dat 19 of zo? Die zei zo van: nou ja, dat wordt uitbesteed door diverse advertentienetwerken. Ja. Netwerken. En die netwerken die zijn rechtsgeldig niet in staat om alles weer terug te geven aan data. Of vanwege concurrentie of weet ik wat voor andere overwegingen. Dus dat blijft maar een beetje up in the air van wat er dan precies terugkomt. Ja, precies. Ja. De bedrijven doen het niet zelf. Die hebben ook gewoon, nee. Vaak hebben die een of andere net afgestudeerde datastatisticus in dienst. Ja, die heeft een Google Analytics certificaat. De meeste bedrijven, ja, die hebben helemaal geen super intelligente club datawerkers in dienst. Nee, nee. Dat hebben ze helemaal niet. Ja, lijkt me leuk om eens een keertje uit te proberen. Om te zien van... Nou ja, goed, waarschijnlijk als je een brief stuurt of een mail. Van, ik wil graag weten wat voor data jullie precies verzamelen. Ik wil al mijn data. Nou, dat zou best kunnen. Ja. Facebook doet dat volgens mij. Hè. Die heeft, volgens mij is die verplicht om dat te doen. Ja, maar dus alleen het gepubliceerde werk. Alle data die ze van jou verzamelen of zo. Ja. Ja, ja. Ik vraag me af of al die enorme wolk die om jouw gepubliceerde dingen heen staan. Hè, je foto's en je Facebook posts en je vriendjes. Als je mij weet is er nog veel grotere wolk omheen. Die daar, en dat dat hetgeen is wat daadwerkelijk gebruikt wordt voor... Tuurlijk. Direct marketing ik ben zo. Nooit op Facebook geweest. Ik heb er nooit ingelogd. Nee. Maar ze weten precies wie al mijn vrienden zijn. Ja, precies. Ja. Omdat al mijn vrienden hun adresboek delen met Facebook. Ja. En daar sta ik in. Oh, mooi. Ja, het is heel simpel. Is heel en ze irritant. Maken foto's en de tag is er. Kijk, dat is Vasilis van Gemert. Nou, weet ze ook nog hoe ik eruit zie. Ja. Waar ik woon waarschijnlijk. Ja, want het zijn zeker... Ja, natuurlijk, mijn adresboek is gedeeld, dus ja. En je iPhone, die zendt ook signalen uit, GPS-signalen en zo. Ja, oké, maar ik ga niet naar Facebook, dus... Nee, maar misschien via andere applicaties waar je dat wel zou willen doen of zo. Ik weet het echt niet. Ik was met... Want die locatiebepaling van... Facebook of van al die apps, zeg maar. Dus waar je dan precies bent. Ja. Pas geleden las ik samen met een collega, Floris Bennix, lazen we een artikel van hoe Google dat doet. Dus niet alleen maar GPS, hè. Dat is ook wifi-netwerken, maar ook de zendmasten, et cetera, van, van je telecomprovider. Ja. Al die gegevens. Die hebben ze nu soort van samengevoegd in een intelligente machine. En dat bieden ze vervolgens aan als API. Ja. Dat is echt heel erg... Echt super slim, zeg maar. Ja. Hoe ze dat doen. Maar ze kwamen dus achter dat is nog niet genoeg. Dus de wifi en de GPS-masten en de... de GPS-satellieten en de zendmasten. Dat is nog niet genoeg informatie. Niet nauwkeurig genoeg. En dat is eigenlijk waarom ze met dat... Bluetooth gebeuren en die iBeacons helemaal aan de haal gaan.
en het Near Field Communication. Ja. Maar die is nu ook opgenomen in die API. Ze willen echt zo graag dat dat gebruikt wordt. Ja. Moet je eens Bluetooth uitzetten vlak voordat je een iOS-update doet. Ja. Dus je zet Bluetooth heb je uit, dan doe je een iOS-update en dan staat Bluetooth aan. Oh, echt waar? Ja. Holy crap. Dat is de enige instelling die niet onthouden wordt, omdat Apple heel graag wil dat die iBeacons een succes worden. Maar er wordt geen succes, want vroeger hadden we ook Bluetooth marketing. Ja. En niemand zit te wachten op Bluetooth marketing. Maar dat is ook een ontzettend kut idee. Ja. Verschrikkelijk. Ik moet me Ja. Je rijdt onder een Vira door. Ga lekker op vakantie in Berlijn. Ja, ja. Nee. Biep. Je bent bij sportvelden in de buurt. Kom lekker voetballen. Oh, stel je voor dat al die domme marketeers, want dat zijn het over het algemeen, toegang krijgen tot mijn telefoon elke moment dat ik er langs kom. Ja. Natuurlijk wil iedereen Bluetooth uitzetten. Ja, inderdaad. Het kost ook batterijen. Ja, ja, ja. Maar dat, ja, ik denk ook dat dat soort van een hele korte vlucht heeft. Die direct marketing, ze vergeten daar één heel belangrijk ding. Is namelijk, ze bieden geen tegenwaarde. Niemand is geïnteresseerd, precies wat je zegt, geïnteresseerd om die dingen te ontvangen. Omdat ze er niks voor krijgen. Wat is de meerwaarde van mij? Ja, precies, ja. Als ik door de stad loop, dat ik bliep hoor. Nee, ja, helemaal niks. Nee. En dan zeggen ze wel, ja, nee, maar dan geven we aanbiedingen. En, ja, maar dat doen mensen ook niet. Want ik ga namelijk niet kijken. Nou, sommige mensen doen het wel trouwens. Maar ik niet. Ik ga niet kijken van, oh, nu is de rijst goedkoper bij de FOMAR. Dus ik ga volgende week wel weer naar de Albert Heijn. Nee. Ja, ik ga gewoon naar de supermarkt. Ja, om spullen te halen. Ja. Ingrediënten voor het voedsel. Ja. 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 Nou goed. Maar die API die is dus, ondanks alles, is het wel heel erg interessant. We waren dus aan het kijken van, nou ja, zeg maar, hoeveel Bluetooth dingen zijn er dan aan. En dan misschien van de meeste personen, nou, dan staat het misschien default aan. Ja. Hè, vanwege zo'n update of iets dergelijks. Maar er zijn dus ook een heleboel winkels en bedrijven en organisaties die lokale informatie willen bieden, die doen dat nu dus ook. Die zetten overal van die iBeacons neer. En dat biedt Google weer en al die mensen die iBeacons produceren een hele interessante informatiefeed van waar alles zit en waar mensen zich samenclusteren en hoe ze wat hun gedrag allemaal is, et cetera. En dat is weer heel erg interessant hoe dat allemaal, ja, hoe al die informatie dan ook weer bij Google uiteindelijk terechtkomt. Om dat netwerk nog nauwer te maken, zodat ze, weet ik veel wat ermee kunnen doen. Maar we dachten zo van, nou, misschien moeten we eens een keertje met zo'n Bluetooth-ontvanger door de stad rijden. Om eens te kijken van waar al die Bluetooth-zenders allemaal zitten. Om te kijken van, nou, laten we eens kijken hoe nauwkeurig we onze locatie kunnen bepalen. Ja. Dus een beetje afluisteren bij de mensen die afluisteren. Dat was de grap. Maar fijn. Moeten we nog maar eens een keertje kijken van of dat iets oplevert sowieso. Ja, want het is ook, er zijn nog wel, dus je hebt ook natuurlijk die de wens om personen te herkennen. Ja. Om te weten, Albert Heijn heeft dat volgens mij heel sterk. Die willen graag. Het is rustig. Niemand komt ze aan. Heel rustig. Natuurlijk. Ze zijn aan het knikken of zo. Ja. Onkruid aan het wieden. Ja, in de steriele wasstraat. Nou, ze hebben een stationnetje ergens anders neergezet. Ja. Interessant. Hallo. Ik wil de gewoonste. Drie. De gewoonste? Ja, drie. Drie? En wilt u de binnenrijders hierbij? Nee. Nee? Wordt je 8,50. Ja, ze leggen nu dus een kaartje op de voorruit. Waarschijnlijk zodat ze het niet vergeten. Alsjeblieft. Dank je. Als we haar straks weer aan de andere kant zien. Nee, er staat straks iemand
En die gaat... Die gaat het kaartje het verwijderen. Het programma aanzetten. Oh ja. En dat is programma 3. Het is echt rustig. Ja. Het is een dinsdag vandaag. Dus, dat is een dinsdag en het regent keihard. En het is vakantie. Oh. En dan drukt hij op knopje 3. Oh nee, eerst nog even wassen. Hey, we zijn in de wasstraat. Feedback. Feedback. Vorige keer met het bootje. Oh ja, mensen vonden het leuk, het bootje. Ja. Mensen vonden... En iemand zei tegen mij dat hij het idee had dat ik wel op mijn plek was. Want ik had volgens mij vorige keer gezegd dat ik milder ben geworden sinds ik docent ben. Ja. Dat ik minder behoefte heb om te zeiken over dingen. Uh-huh. Nou ja. En dat zagen ze ook wel. Ja, ja, ja. Dat herkenden ze. Nou ja, dat zagen ze. En dat is natuurlijk ook op zich een goed ding. Want ik zat dus blijkbaar op een plek waar ik me ergerde aan dingen die een andere idee van kwaliteit heeft of zo, waarschijnlijk. Ja, ja. Weet ik niet, dan ik zelf. Zoiets zal dat zou kunnen. Ja, dat is toch een beetje ambitie. Is dat zo? Ja, ik heb wel ambitie, hoor. Ik heb last van ambitie ook. Hoe dat zo? Ik heb er last van. Gewoon omdat je het zelf niet kan verwezenlijken of omdat er barrières zijn of zo? Omdat ik er stress van word. Ja, ja, precies. Ja. 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 Dat het te langzaam gaat of niet lukt of wat ook. Ik herken dat wel. Ja. Vaak, want soms heb je inderdaad dat klanten dan de barrière zijn. Of budget, of tijd, of wat ook. Whatever, ja, ja, ja. Ja. Ja, en ik ben ook altijd jaloers geweest op mensen zonder enige vorm van ambitie. Dus had je altijd van die... Ik werkte wel eens in een... hoe heet het? Een bedrijfje bij de Wella, gewoon waar je haardingen kopen. Maar dat was dan in het grote magazijn. En dat was voor mij een baantje om even een paar maanden te doen. Om geld te verdienen, om de wereld rond te reizen. Ja, ja, ja. Maar daar zaten dus mensen, en daar zat ik dan mee te praten, en die werkten daar al 20 jaar. Wat? En dan was toen de tijd, kon je voor het eerst een paar miljoen gulden winnen met een oudjaarsloterij of zo. Uh-huh. En ik had zo'n lot gekocht met de ambitie om de wereld rond te gaan reizen, om nooit meer te werken. Ja. Yeah. En er was daar een vrouw en die zei van, nee, als ik dat win, dan blijf ik hier gewoon werken. Ja. Yeah. Wow, daar ben ik altijd zo jaloers op geweest. Dat ambitie gaat altijd een onrust. Het is nooit goed. Nee, inderdaad. Ja, dan heb je iets bereikt en dan is het alweer normaal. En dan is het... Ik zit nu eerlijk gezegd, wat ook wel lekker is, ik heb me bij Mirabeau nooit junior gevoeld. Misschien was ik dat wel, maar dat voelde ik me niet. En nu voel ik me een echte junior docent. Oké. Okay. Ik heb gewoon geen ervaring met lesgeven. Dus er zat ruimte om te ontwikkelen. Heel veel ruimte. Dus ik, ja. 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 Ik denk dat moet inderdaad lekker zijn. Ik heb dat ook hoor. Als je gewoon praat met mensen die meer ervaring hebben in het een of het ander. Dat je eindelijk jezelf kan toetsen. Weet je wel? Dat je kan zeggen van, oké, wauw, dit wist ik helemaal niet. Ja. Ik heb nu de behoefte om daar beter in te worden of weet ik veel wat. Dus ik heb wel meningen over dingen, maar ik merk heel vaak, en dat was eerst niet zo, dat die mening niet blijkt te kloppen. Omdat ik bepaalde dingen niet weet, niet over heb nagedacht. Ja, ja, ja. En dat was bij... Dat is mijn belangrijkste angst, inderdaad. Wat? Ja, nee, gewoon... Ik bedoel, het is heel makkelijk om meningen te geven. Ja. Te zeggen van, dit is stom of dit is bla of weet ik veel wat. Ja. Maar het is ook echt een valkuil. Het is, zeg maar, je vervalt vrij snel in een soort van... Nee, dat is niet helemaal waar. Kijk, het is een valkuil om een mening als iets absoluuts, onveranderlijks te zien. Dan heb je een probleem. Ja, als je zegt van, ik heb een mening... En wij zijn daar ongelijk. En als je daarna hoort van, dat klopt niet. Ja. Als je daar makkelijk mee omgaat, dan is het helemaal niet erg. Ja. Dus ik wijzig mijn mening best vaak, hoor.
over bepaalde dingen, ja. Ja, ik ook. Maar het is... Ik vind vooral... En ik weet niet, misschien is dat een Nederlandse cultuur, maar ik heb heel erg zo van... Oké, dit is mijn mening en ik hoop dat... Stiekem hoop ik dat iemand zegt van... Dit is totale onzin die je uitslaat. Hier, blam, 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 feiten, doe er wat mee. Graag, weet je wel, graag. Maar dat is niet echt... Ik weet niet, het lijkt niet echt in de Nederlandse cultuur te zitten om... Of misschien niet met de mensen... Nee, dat is eigenlijk niks met Nederlandse cultuur. Dat zegt, mensen horen gewoon niet graag dat ze ongelijk hebben. Oh, ik wel. Nou ja, het is inderdaad iets, maar dat is iets... weet je, onderzoekers, wetenschappers vinden dat... Horen dat ook tof te vinden. Ja. Die horen ook zoiets te hebben van... onze thesis is niet gelukt. Of we nu dat is incorrect. Ja, maar dat is ook een goede uitkomst van een onderzoek. Ja. Maar ja, dat is weer niet meer zo. Dat was zo. Maar het is tegenwoordig helaas... moet onderzoek nuttig zijn. Ja. En dat, daardoor heb je niet meer science for science. Dus er wordt geen onderzoek meer gedaan om onderzoek te doen. Ja. Jouw wetenschappelijk onderzoek wordt gefinancierd. Dat is puur afhankelijk of het nuttig is. Ja, je werkt naar een antwoord toe eigenlijk. Dus je hebt er is een soort prestatiedrang of een soort. Er is een prestatiedrang. Mm. Of een noodzaak zelfs. Dat is natuurlijk wel een... dat is natuurlijk niet een garantie voor beter onderzoek. Integendeel. Nee, dat is zeker. Volgens mij is dat ook wel mede de oorzaak dat er steeds meer fraude is. Wetenschapsfraude. Ja, ik hoorde daar laatst... Ik volg een aantal YouTube-kanalen met wetenschappers. Ja. Natuurkundigen voornamelijk. Ja. Maar ook mensen die in de chemie geïnteresseerd zijn. Ja. Haha. Dat ging dus over peer review. Hè? Dus het goed laten keuren van onderzoek, papers en dat soort of papieren. Hoe heet die dingen? Onderzoekrapporten. Ja. En meestal wordt het dus gefaciliteerd door een publicatieplatform. Hè? Dus door Nature of door een van de grote wetenschappelijke bladen. En nu was er dus een onderzoek doorgekomen en dat ging over hele kleine gouddeeltjes die zich continu vormden in een soort van scharenvorm. Okay. Dus iedereen zei van, oh, dit is fascinerend. Hoe gebeurt dit? Wat is de natuurkunde erachter? En het onderzoek was eigenlijk alleen maar zo van, hé, moet je kijken, dit hebben we geconstateerd. Dit is onze theorie, bla, bla, bla. En dat was dus gepubliceerd en van alles en nog wat. En toen keken dus een aantal mensen naar daadwerkelijk de plaatjes die ze hadden gemaakt. En er bleken uitermate slecht gefotoshopte microscopische beelden. Waarin ze dus één zo'n goudstaafje, een heel klein gouddeeltje zeg maar, hadden ze uitgeknipt en gekopieerd en geroteerd. En zeg maar dat als zeg maar, de waarheid gepubliceerd. Echt waar? Ja. Nou ja. En dat was echt... En dat was... Het was simpelweg niet gereviewd. Het was of niet opgevallen of weet ik wat. En die wetenschapper, die natuurkundige, die zei ze van... Ja, dat is gewoon absurd. Dit was bij mij nooit doorheen gekomen. Maar... En hij stak ook al een beetje hand in eigen boezem van... Ja, als je dus zo'n reviewer bent, dan komt er best wel wat op je af. En het is niet altijd jouw gebied van expertise, zeg maar. Ja. He, dat is een beetje het doel van zo'n beetje elke wetenschapper. Dat je in een heel erg populair, maar toch braakliggend terrein je studie kan doen. Want dat betekent dat je de enige expert bent. En dus dat je daar misschien ook nog een slaatje uit kan slaan. Ja, 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 ja. Door grants en funding en dat soort dingen. Maar het was wel heel erg interessant van hoe dat wereldje werkt. Hè? Hoe die dingen getoetst worden en zo. Ja. Wat die wetenschapper dus ook zei. Zo van, ja, dat is eigenlijk de bijdrage van het internet. Hè? Waar je zeg maar bij... Als je contentproducent bent, dan wordt er heel veel... zijn de trolls en mensen met negatieve sentimenten die jou bekritiseren. Een beetje zonder enige context. Maar ja, dat is eigenlijk het doel bij wetenschap. Niet zozeer dat het zonder context gebeurt, maar wel dat je werk heel erg nauwkeurig bekeken wordt en op elke slag zout wordt gelegd. Ja. Want dat maakt de wetenschap beter. Ja. Dat maakt de uitkomst, krijgt dat een betere plek. Ja.
En hij zag dat echt als een soort van meerwaarde. Ja, zeg maar, er zijn gewoon meer mensen die heel erg geïnteresseerd zijn in zulke obscuur kleine onderzoekgebieden. Dat ze dan ook wel zomaar zelf commentaar leveren nadat iets gepubliceerd is. Ja. Ja, ik vond het wel heel erg gaaf om te zien dat... Het is ook, het web is natuurlijk ook een uitvinding die eigenlijk bedoeld was voor wetenschap. Om makkelijker wetenschap te bedrijven. Ja. Dingen open te publiceren. Het hele idee van wetenschap is natuurlijk ook eigenlijk het delen van kennis. Het web had al lang die achterhaalde wetenschappelijke magazines moeten... waarin gepubliceerd wordt moeten vervangen. Had al lang gebeurd moeten zijn. Ja. Omdat het web is daar veel beter geschikt voor. Ja, ze zouden eigenlijk... het moeten geen bladen meer zijn, maar facilitators. Het zou wetenschappelijke facilitatie moeten zijn. Maar als je kijkt naar die wat bladen... wat eigenlijk ook het uitgangspunt was. Die hebben dus een hogere... hogere winst dan Apple. Het verbaast me helemaal niks. Is de hoogste winst wordt gemaakt door die bedrijven. Wat de hel. Ja. Ja, dit zijn natuurlijk... Dat is gewoon toegang tot die rapporten, hè? Auteurs worden niet betaald. Je moet betalen om alles wat erin staat te mogen lezen. Dus het is ook nog eens ontoegankelijk, hè? Voor mensen die aan een niet zo rijke universiteit studeren. Die hebben geen toegang tot die rapporten. Echt heel erg. Dus die kunnen nooit zien of hun werk al wel of niet al gedaan is. Die hebben geen toegang tot kennis. Dat is juist het tegenovergestelde van wat wetenschap absurd zou moeten willen. Dat is echt absurd. Ja. Kan je voorstellen hoeveel dubbelwerken dan gedaan wordt? Ja. Wat vroeger dan waarschijnlijk ook al gebeurde. Ja. Maar gewoon puur omdat er minder wetenschappers zijn. Ja. Zijn er meer wetenschappers eigenlijk? Ja, in elk geval in Nederland wel. Steeds meer mensen die aan de universiteit studeren. Ja, maar worden dat ook professioneel... Ik denk dat de universiteiten ook gegroeid zijn. Ja? Ja, ik denk het wel. Alles moet toch groeien? Ja, dan word je op afgerekend, toch? Het idee van tegenwoordig is toch dat je moet groeien, anders is het niet goed. Ik wil nog eens bedrijven zien die niet willen groeien. Er zijn er wel. Een vriend van mij heeft een decorbouwbedrijf. Daar rijden we nu zo ongeveer overheen. Waren we daar een keertje? Ja, die wil niet groeien. Nee. Er zijn wel meer kleine bedrijven. Ja, wat doet hij dan? Maar kiest hij dan gewoon hele leuke opdrachten of zo? Ja, die zegt gewoon, die zit vol tot eind volgend jaar. Ik zeg, nou sorry, kan niet. Ja. En je kan nu alvast reserveren voor dan. Nice. Ja. En die luxe die heeft hij omdat hij... Die luxe positie, maar omdat hij goed is. Ja. Maar dat betekent ook dat hij echt hele grote opdrachten niet kan aannemen. Dus waar gewoon heel veel werk bij gemoeid is. Wat misschien ook wel leuk... Ja, gigaproducties doet hij dus niet. Maar ja, nee. Vindt hij ook niet erg. Nee, precies, ja. Dan haalt hij er minder uit. Ik had nog een ander punt waar ik het over wilde hebben. En dat was propaganda. Ah. Dat is natuurlijk interessant. Je hebt nu, de laatste tijd was het nieuws was echt nogal deprimerend. Dus gruwelijke oorlogen en aanslagen en weet ik wel wat allemaal. Ja. Ineens een of andere islamitische groep of groep die een kalifaat uitroept en die iedereen die tegen ze is op gruwelijke wijze vermoord. Ja. En ik las een interessante tweet en een mooi bericht over de Rode Khmer, dat eindelijk voor het eerst twee leidinggevenden van de Rode Khmer veroordeeld zijn. Oh ja. Levenslang hebben ze gekregen en ze zijn in de 80. Ja, precies. 82 en 84 of zo. Dus voor het eerst is dat gebeurd. En toen las ik een tweet van Bruce Lawson. Die probeerde uit te leggen aan zijn zoon, puberzoon, wat de Rode Khmer en die islamitische staat, wat dat zijn, zonder ze te veroordelen als evil en slecht. Oh, wauw. En ik zat echt zo van, wauw. Dat is moeilijk. En waarom zou je dat ook willen, dacht ik eerst. Want ze zijn toch evil en slecht. De Rode Khmer, die hebben gewoon meer dan de helft, ik geloof de helft, of een derde of zo, gigantisch hoeveelheid mensen, dus de helft van hun bevolking hebben ze vermoord. Actief. Ja, miljoenen mensen. En laten uithongeren, maar ook
actief vermoorden. Doodmartelen. Ja, ja, ja. Echt gruwelijk. Op geen enkele manier goed. Dat is echt evil. Maar toch, zei hij, moet je proberen dit soort dingen uit te leggen zonder ze te veroordelen. Zonder ze evil te maken. Ja. En, nou, daar heb ik tijdens mijn vakantie ook over zitten nadenken van waarom en hoe. En toen bedacht ik me, dus ik heb familie in Griekenland. Uh-huh. Ik heb een nichtje daar. En die... Dus, dat is een klein, dus een oom en tante en een nichtje. Dat is een klein groepje, mm-hmm, van extreem gelovige Grieks-orthodoxe Grieken. Ja. En het zijn hele lieve mensen. Vreselijk lief. Maar ze streven naar een groot Griekenland. En groot Griekenland, daar is Constantinopel de hoofdstad van. Oh. En Constantinopel, dat is Istanbul. Ja. Dus ik vroeg dat, eens, is, dat is een probleem. Ja, ik vroeg wel eens aan dat nichtje van, hoe zie je dat precies voor je? Dan verover je Istanbul en dan? Ja. Dan ga je iedereen die daar woont wegjagen? Ja. Dus weet je hoeveel mensen daar wonen? Ja, nou, dat maakt het niet uit. Dus God, vreselijk lieve, ook redelijk intelligente mensen, artsen, ja, of leraren. Die dit soort gekke dingen zeggen. Wat raar, joh. Maar dat heeft een oorsprong ergens, toch? Dat is, nou ja, dat geen is, dommigheid wat je zegt. Het heeft een oorsprong in eeuwenlang overheerst zijn. Onderdrukking dus. Het heeft een oorsprong in een soort van trotsheid op wat je zelf bent. Het heeft ook natuurlijk een oorsprong in een ontzettend dommig provincialisme. Dat je alleen maar jezelf ziet en de rest niet goed kent. Ja. Maar het is ook levensgevaarlijk, want het is precies wat die Islamitische staat ook naast heeft. Precies hetzelfde. Mm. Het is ook gestoeld op dingen die 1000 jaar geleden gebeurden. Weet je, verheerlijking van 1000 jaar geleden. De tyfus, zeg hé. Want negeren van wat er in al die jaren is gebeurd. Maar goed, dat is dus... Maar propaganda. En daarom kan je... Ik vond het, dus daardoor kan je zeggen, nee, inderdaad, de mensen die dat geloven, uh-huh, die daarachter staan, zijn niet in principe evil. En ik denk dat het goed is om te onthouden, want namelijk als jij iedereen die lid is van de Khmer als evil ziet, van de Rode Khmer, als die vanzelfsprekend evil zijn, dan heb je het recht om ze te vermoorden. En dan wil je eigenlijk hetzelfde. Ja, precies, ja, dan doe je exact wat zij eigenlijk doen. En dat is nou juist iets wat je niet zou moeten willen, denk ik. Of vind ik. Nee, ja, ik ben het daarmee eens. Ik vind het is voornamelijk gewoon fascinerend van hoe mensen, en dat zijn wij ook, hè, hoe mensen in een bepaald in een bepaalde gedachtenstroom komen, ja, waarin zij bepaalde besluiten nemen. En of dat nou een ding kopen is, of iets zoiets wat wij dan heel erg extreem vinden. Je land verdedigen door proactief andere mensen alvast te vermoorden. Ja, of zelfs zo erg als nu in Irak, dat gewoon buren elkaar beginnen te vermoorden. Ja. Mensen die al 50 jaar naast elkaar wonen, die... Goedemorgen buurman, lekker weertje, 50 jaar hebben gezegd, ineens elkaar dood beginnen te schieten. Ja. Wat? Ja, wat geloof jij daar en daarin? Of en jij gelooft niet genoeg? En dat door propaganda en door te horen de hele tijd van... Nee, die zijn evil. Ja, maar vaak ja, het wordt heel gehoord. Eenvoudig gemaakt voor mensen. Ja. En dat hoe heet dat? Dat is heel aantrekkelijk dat dingen voor jou plat worden geslagen. Maar je ziet die termen ook in de kranten, hè? Mm. Je hebt de terroristen van de Islamitische staat. In andere kranten worden die niet als terroristen neergezet, maar... Als helden. Ja. Ja. Dus het is allemaal ook maar zo relatief. Ja. Ja, weet het, wat was nu ook dat onze minister-president werd verweten dat hij het vliegtuig-event, dat hij dat een ongeluk noemde. Oh ja. Eerst, in plaats van een aanslag. Ja. En dat... Ja, iedereen die zegt, ja, maar het is toch evident dat dit een aanslag is, want evil mensen daar. Ja, ja, ja. En met doelen die heel erg raar zijn, dus dat is een aanslag. Ja. En hij wist het simpelweg nog niet. Of
wilde daar nog geen waardeoordelen over zetten. Of wie weet wat voor belangen daar nog eventueel nog spelen. Nou ja, om... dat was natuurlijk politieke voorzichtigheid omdat hij daar nog heen moest. Dus je moet niemand op de tenen trappen. Nee, precies. Het was een soort van een beetje ongemakkelijke diplomatie. Ja. Nee, die heeft een heel interessant logo, die Mercedes. Ja. Het lijkt wel een Opel zo. Maar goed, ik vond het, ja. Ik vind, dat vind ik interessant. Want, ja, zeker. Dus wat grappig dat hij dat ook wil. Evil of, en ik heb daar gisteren dus een... ik dacht, ik moet daar wat mee. Ja. En toen heb ik... ik maak al jaren foto's van salades. Komkommer en wortelsalades. Ja. En toen heb ik een site gemaakt. Als je scrolt, dan scrolt het telkens een nieuwe wortelsalade of komkommersalade in beeld. Mm-hmm. Met een woord... Of een slecht woord van evil. Yeah. Of een goed woord van dit is een held. Over een salade. Om. Ik had zoiets van, wow. Ik vind het zo idioot. Die. De, telkens maar mensen ver, of dingen veroordelen. En, Ja. Terwijl er altijd van heel veel kanten naar gekeken wordt. Ja, inderdaad. En af en toe komt het woord salade langs, want dat is het natuurlijk. Weet je, ja. Heel erg. Af en toe moet je... Heel erg okay, objectief. Oké, natuurlijk zijn de Rode Khmer barbaren en gruwelijke hufters. Maar het zijn ook mensen. Ja. Dus af en toe moet het woord mens ook even mensen langskomen. Met een achtertuin. Dat was... Ja, ja. Precies. Oh, wauw. Nou, als er iets een fijne afsluiting is... ook die link kan je vinden in alle show notes. En we zijn er. In het pittoreske Osdorp. Tot de volgende keer. Doei. Oh, hij stond niet aan.